kunnen hier niet aankomen. Daarom willen ze voornamelijk heel veel dag veranderen. Werken ze aan je zenuwen, willen ze iets in je hoofd veranderen. Met al die psychologische en emotionele spelletjes eroverheen. Heel veel brain fog, gaslighting. Ik een stuk socialer ben dan hun allemaal. Maar hè, als ik geïsoleerd zit. Ze hadden me nooit gewaarschuwd dat ik het zwarte schaap zou worden. Ze hebben me juist voorbereid dat ik zoveel mogelijk van zou voelen. Het allemaal niet eerlijk zou vinden. Schreeuwen om hulp. En dat zou ik dan moeten doen bij de mensen die me het meest verraden. Gewoon hun die hele vergadering houden. Hoe ze me kapot gaan maken breken. En me alles uitplannen en dokteren. Hoe ze me voor de gek gaan houden. Bepaalde dingen gaan laten denken. En psychologie. Psychologie in de reverse. Elke keer mijn vuur op blijven gooien voor mijn vuur. Ik die dat wel moet verbranden, anders verzuip ik in al die olie. Niemand die me wou verdedigen, toch? Niemand die me de bescherming kon geven. Maar allemaal zogenaamd wel doen alsof ze heel erg goed zijn. Heel erg spiritueel of gelovig. Nou, jongens, de eerste keer! Ik zat op jullie te wachten. Ja, vet lief, man. We moeten het toch even voor ons laten horen, want jullie zitten ook allemaal te wachten. Ik ook. Waar moeten we niet te wachten? We gaan niet langer wachten. Nee, man. Het is al voltrokken. Alles wat er moest gebeuren, dat is gewoon al gebeurd. Eetje. Nou, dus er zijn de gruwelijke dingen gebeurd al. En er is van alles gaande. De energie. Het vond hij van Friesland, vond hij het mooi. Ik ben er net. Ja. We zijn er net. Ja, bij mij in de woonkamer. Ja. In het knissenvolle huisje van Inge. Jezus, vriendje. Wat kan je met zijn spullen hebben? Bij mij is dat het less is more. En dat is nog een ding zo, hè. Maar dat is wel nog een knippel. Nee, je gaat toch niet beweren dat het hier een tering zo is? Nee, zeker niet. Nee, okay. Dus ja, opgeruimd en vol, natuurlijk. Vol, maar wel opgeruimd en schoon. Ja, zeker. Gezellig. Ik heb niks gezegd. Nee, je moet wel wat zeggen. Je zei dat je je hier helemaal thuis voelt. Ik voel me helemaal thuis. Kijk, wat geweldig dit. Hopen jullie. Maar ja, tot welke conclusie zijn we nu gekomen? Dat ik natuurlijk, als jij gefixeerd blijft op het 3D-construct om je heen. Wat gaat er gebeuren dan? Niks, natuurlijk. Omdat wij ons 3D-construct in stand houden. Maar ik ben zo ego. Ik kan het niet stoppen. Dus... Nou, je bent al aardig op weg. Ja, toch? Dus en ik fluit je ook elke keer terug. Daarom, zodra we het los gaan laten, dan gaat het gebeuren. Ja. Het is geen onzin. Ik zeg ook de hele dag tegen mezelf. Ik heb niet de onzin uit mogen kramen. Waar komt het dan vandaan, toch? En dat is ook niet zo. Het is ook geen onzin. We zitten gewoon eenmaal in die tijd. Dus het komt goed. We moeten het alleen loslaten, inderdaad. Want wij gaan het niet doen. Maar wij houden nu juist in stand. Dat was ik daar natuurlijk. Dat ik natuurlijk helemaal omheen zit te kijken. Van zie ik al een UFO of zo. Ja, echt. Maar Ans heeft het over boskabouters. En die hebben wij gezien. Niet de echte. Nee, nou ja, dat is maar net wat je ervan maakt in je hoofd natuurlijk. Echt een toevalligheid dan. Het was wel heel bijzonder. Toevalligheden bestaan niet, Chris. Ja, ik kom nooit in het bos, dus ik weet niet of ze het al stonden natuurlijk. dus dat is iets kosmisch aan de gang. Ja. En ik ben niet de enige die het uit zit te... Uitspreken. Niet plaats van kramen, toch? Of brabbelen. Maar weet eens, blijkbaar, als je dus nadenkt over je antwoord wat je opschrijft, dat hadden we dus ook van John Baselman en zo gehoord, en ook anderen, jij komt tot dezelfde info. Je komt tot dezelfde conclusies, je schrijft hetzelfde verhaal in je eigen woorden op. En wat zegt het verhaal? Dit zegt het verhaal. Ik stond er zelf ook voor te kijken, want het gaat komen. Het gaat komen, ik ben er 100% van overtuigd. Het is een weten. En wat zeg ik nou, Constantijn? Ja? Dat het gaat komen. Het is al gaande. Het is natuurlijk al gaande, ja. Maar ik heb zoveel fantasie, zeg maar. Maar ik had het niet willen missen. Nee, maar dat het ook dus uitrekenen dat vandaag zou het moeten zijn. Dat we dat zo de eerste keer elkaar zien. Dat heeft ook een betekenis. En is ook een toeval, in a way. Want we hebben elkaar al eerder geprobeerd te ontmoeten, natuurlijk in zo'n jaar.
En toen is het ook niet op gelukt hoor. En ook niet op de precieze manier. Precies. En ja. Weet je, ik heb, wat wij de hele dag hebben gehad, is de hele dag die toevalligheden bespreken, toch? En hoe dingen weer op hun plek blijven vallen gewoon. En dat is nog steeds gaande. Dus dat is inderdaad wat je zegt, dat is al gaande. Ja. Het is al gaande. We kunnen het niet in één keer, omdat er nu nog niks is gebeurd of zo. Hè? Ben er constant mee bezig. Hè? Wat je denkt dat er niks is gebeurd, er gebeurt van alles. Wat ik ermee doe inderdaad, ik ben in één keer, alles wat er nu is gebeurd, schrijf ik in één keer aan de kant. En neem het dominant mannetje erover. Van, nee, je ego. Ja, dat is voor mij, ik ben een egootje. Zeg maar. Maar ik denk dat we dat allemaal zijn, mensen. In a way. Oh, dit hebben we nog niet gelezen, toch? Vandaag een lichtcirkel georganiseerd. Waar het team. Nou, ik zei, als ik krijg, we hebben het vanmiddag ook over gehad. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat ik moet doen hierna. Want ik heb hier eigenlijk blijkbaar, dat had ik het daarom ook vanmiddag over. Ik heb het, het hele jaar is 21 december in mijn hoofd helemaal geen concept geweest. Want ik was er al jaren niet eens meer mee bezig. Uiteindelijk zijn we hier toch op miraculeuze wijze beland. Maar ik heb nu ook geen inspiratieachtige dingen. Nou ja, het past wel als ik er gevoel zit, ongetwijfeld. Maar, dat komt wel weer. Ja, maar ik heb geen idee. Ook niet als ik er aan probeer te denken. Van wat zou ik moeten gaan doen? Want het stopt op de een of andere manier hier gewoon. Het stopt hier gewoon. Nee. Dus dat kan me niet voorstellen. Het is een nieuw begin, Chris. Wat? Ja. Dit. Jij zegt het stopt hier. Nee, het is een nieuw begin. Ja, nou, ik neem aan dat in die hoge dimensie. Nu hoef ik geen filmpjes te maken, denk ik. Waarom niet? Nou, dan zijn we allemaal één. Dan hoeven we dan kan ik het niet. Ja, maar iedereen zit al in die hogere dimensie. Nee, dus. Ik denk echt, hoe ik het voorstel, of hoe ik het zeg maar heb begrepen, is dat het echt een andere wereld, een andere realiteit is. Dus het is niet het 3D-construct dat wij om ons heen uitzenden. Maar aan de andere kant, als je erop nadenkt, als je dus inderdaad bewust gaat creëren, dat vertaalt zich ook in een 3D-construct inderdaad. Dus ik ben er nog niet helemaal achter hoe dan blijkbaar. Ik ben er wel achter, ik weet wel hoe het zit. Nou, vertel. Het is dus de wereld zoals wij hem kennen, houdt sowieso op te bestaan. Die houdt op te bestaan. Dat staat buiten kijf. Ja, maar voor mij is de wereld zoals wij hem kenden, verleden tijd, is al opgehouden te bestaan. Want voor mij is dit gewoon al heel anders. Alles is gewoon, voor mijn gevoel, zoals ik het beleef, is dit al heel anders. Ik bedoel, een week geleden had ik mij nog niet voor kunnen stellen dat jij hier bij mij op de bank zou zitten. Nou, een week geleden, inderdaad. Een week geleden had ik me nog niet eens voor kunnen stellen wat ik al uit zou, op zou schrijven. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Jeetje. Er is van alles gebeurd. En van alles nog wat. Het was ook een hele leerzame tijd. En dat jullie elkaar nu in het echt zien is zo leuk. Ja, dankjewel. Dat vinden wij zelf ook. Oh, wat gaat dit toch snel, hè? Dat is echt niet te geloven. Nou, Arie ligt alweer helemaal in een deuk. Lieve Arie, mede dankzij jou zitten wij hier nu samen. Mede dankzij jou hebben wij in het bos gewandeld. Komt uit de draad. Ja, precies wat Arie zegt. Give it some time, dear. Maar ja, jij wil alles controleren. Ik wil alles weten. En alles weten. En vanuit je egootje. Maar moet je loslaten. Ja, ik weet wel dat. Ja, dat moet ik loslaten. Dat moet ik loslaten, inderdaad. Maar. Ze willen een moppenshow? Nee, ik ken alleen maar moppen. Dat is meestal. Dan loopt meestal meestal weg. Het is kaal en 30 meter lang. Nou? Polonaise op de kankerafdeling. Chris! Jezus. Dus ik wil geen mop horen, jongen. Nee, jullie willen geen mop horen van Chris. Nou ja, en ik weet ze niet. Dus de verdere awakening en de mooie dingen die jullie nog gaan ervaren. Nou ja, ik denk dat ik ga alleen nog maar beschrijven wat ik doorkrijg. Of weet ik wel wat ik ga ervaren. Want we zitten hierin. Of je daar bent of keert. Dit is geen fucking onzin. Dit is echt. Dit is echt. En dat wij hier zitten. 100%. En dat is. Wij leven in een tijdloze wereld, toch? Dus, er is geen tijd. Ja. Wij hangen er zijn tijd aan. Nou, die kunnen we alleen maar missen dan, blijkbaar. Podiumwandeling. Komen jullie naar Venlo? Uitgestrekte heide en veel bos. Hebben leuke zolderruimte voor samenkomst. Nou, is misschien wel een idee. Chris op een matje. Op de zolder bij Ans. Op de zolder bij Ans aan het mediteren. Nou, ik denk dat we dan op een gegeven moment Chris wakker moeten gaan maken. Want die valt vast in slaap of zo. Ik denk dat ik eerder een meter boven de grond gezweven zou. Op een vliegend tapijt. Ja, in meditatie, daar stijg ik helemaal op. Zo. Even zien hoor. Is een nieuw begin voor ons allen. Ja, precies. Ja, het is een nieuw begin voor ons allen. Ja, en je maakt het zelf, je creëert het zelf. Ja, maar het wordt een schok hoor. Maar op, het is een verschilletje. Ik heb echt wel
ik ben echt wel beter gaan begrijpen wat het wezen wat in ons zit dan is, die er zit. En die is wel met iets bezig. Dat voelen we allemaal. En natuurlijk, ongetwijfeld zal het niet vandaag, als omdat Christus niet zegt op 21 december, tuurlijk zullen ze mijn egootje nog eventjes kapot willen maken. Misschien is dat zo. De laatste les die ik moet leren. Dat is het. Ja. De laatste les die ik moet leren. Ja. 22 december. Nou hangt het er natuurlijk ook een beetje vanaf als jij straks de haan terug gaat krijgen. Als je de haan terug gaat krijgen, wat morgen. Ga je er dan mee doen? Dat is morgen? Morgen of overmorgen. Oh, echt? Nou, misschien is dat het wel, ja. Misschien is dat de ultieme test. Nou, ja, misschien moet dan heb je het grote bereik ook weer terug. Of zo. Ja, maar dan, als je het grote bereik weer terug hebt, dan moet je er natuurlijk op moed. Maar ja, dan moet je er iets mee doen. Dan moet je er ook iets mee doen. Natuurlijk, ja. We moeten hoor, nou, die boodschap blijven brengen, natuurlijk. Nou, dit is een vraag. Ontsnappen uit de matrix. Nou, ja, Hoe doen we dit? Komen we definitief met een meerderheid op een positieve tijdlijn. Hoe ik het heb begrepen, zeg maar, en daar hecht ik echt veel waarde aan of zo. Want het resoneert met ons zoveel mensen, toch? Die ultieme waarheid. En die zegt ook, wij, die kleine stukjes bewustzijn die wij zijn niet verantwoordelijk voor de ontsnapping uit de matrix. Wij worden als onderdeel gewoon meegesleurd in die evolutie. Dus het gaat ons overkomen, zeg maar. En dat gaat in deze periode gaat dat gebeuren. In deze periode, ik zou zeggen. Dat is 100% hoe ik het van binnenuit weet, gewoon op een of andere manier. Ja, maar je praat nog steeds over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ja. Maar ik blijf hier wel in het nu. En in mijn beleving is het gewoon al begonnen. Ook wat Arie zegt, de reis is pas net begonnen. Ja, maar precies. Maar dat is weer typisch mijn persoonlijkheidje. Want ik ervaar het al. Ik ervaar dat ook. Maar dan wil ik al. Ik wil sneller, toch? Dat is altijd zo. Ja. Ik wil sneller. Maar dat is waar wij het ook eigenlijk zo'n beetje het grootste gedeelte van de dag ook al over hebben. En ik fluit jou ook elke keer weer terug. Want wij zijn ook wel tot de conclusie gekomen dat wij echt in heel veel opzichten volledig mekaars uiterste zijn. Hè? Ja. Echt, we vullen elkaar gewoon daarin zo gigantisch aan. Wij bevestigen onze uiterste. Ja, wij bevestigen. Ja, absoluut. Ja, dat is niet bizar, ja. Want we hebben ook dat we constant dezelfde dingen aan elkaar sturen. Ja. Dus spreek jij wat in naar mij, dan spreek ik iets in jou. Dat is eigenlijk hetzelfde. Het gaat tegelijkertijd en het is hetzelfde. Dat is echt bizar. Dat hebben we vandaag wel heel vaak meegemaakt. Oké. Voor mij was vandaag challenging. Voelde als wind tegen, zeg maar. Ik heb het beginstukje gemist, maar ga straks terugkijken. En ga nog wel even mediteren straks. Fijn dat jullie elkaar eindelijk hebben ontmoet. Ja, daar moet ik ook iets mee doen. Inderdaad. Want met mediteren is het toch wel even dat je je moment van rust verpakt. En dat hebben we eigenlijk vandaag nog niet gedaan. We zijn heel erg gefixeerd geweest. We hebben auto rijden, dus ook gefixeerd op de realiteit. Toch? Wil je nu gaan vertellen dat wij nu gaan... Nee. Er zal ongetwijfeld een moment van serene rust komen. We kunnen gewoon even relaxed achterover hangen. Ik moet lekker mediteren, dat moet je niet van maan hebben hoor. Ja, maar mediteren, daar weet je, als je gewoon alleen al gewoon helemaal relaxed op de bank zit, dat is al een meditatief moment. Ja. Gewoon je gedachten laten komen en gaan. Ja, dat is bij jou natuurlijk wel een dingetje, die gedachten laten komen en gaan. Ja, want ik denk dat ik al die gedachten ben. Toch? Dat is dus niet zo. Dat is dus niet zo. Nee. Maar nog dat vond ik trouwens wel heel cool beschreven eigenlijk. En, weet je, want ik heb nog nooit daarover nagedacht natuurlijk. Bewust creëren is heel bewust je woorden kiezen. Ja, precies. Ja, nou dat is al dat is mooi. Ja. Kijk, daar leert Chris ook weer van. Dus, ja, dat is ook wat het verhaal zegt en hoe je het verhaal ook maakt. Het is hetzelfde verhaal wat jullie ook kunnen maken gewoon trouwens. Ja. Blijkbaar. Ik heb het niet verzonnen, zeg maar. Nou, we zitten al op 115, jeetje. Ik had het echt niet verwacht. We hebben niks aangekondigd. En waar komen jullie in één keer allemaal vandaan? Dit zijn allemaal echte mensen. Wat is er met Ruben Bas? Nou, in elk geval heel veel liefde aan Ruben Bas, want het is gewoon een schat. Maar ja, dat ben jij ook gewoon, Michel. Dus dat zijn jullie eigenlijk allemaal. Jullie zijn eigenlijk allemaal gewoon super lieve mensen. Ja, Hanni zegt het ook. In feite gaat het nu pas beginnen. En misschien een van jullie die kijkt, hè, hebben jullie iets met het getal 300? Ik heb het idee of zo, dat krijg ik dan elke keer die indrukken. En ik zie dat ook terug in mijn realiteit of zo. Ik zie op de een of andere manier, sinds gisteren zag ik overal in één keer 300, 300, 300, 300. En op een gegeven moment begon ik ook aan allerlei 300 dingen te denken. De film 300. Oftewel, de indruk die ik erbij kreeg was alsof het eigenlijk maar 300 bewustzijntjes zijn. Die uiteindelijk zijn afgesplitst vanuit hogere bewustzijn. Ja, dat zei je vanmiddag. Ja, dat we met, eigenlijk in plaats van dat we met 8 miljard
slechts met 300 zijn. En dat wij, in a way, als 300 mensen, echte mensen in elkaars wereld op een manier verbonden zijn. Dus dat kan iedereen zijn, maar dat, uiteindelijk zijn we maar met 300 verschillende persoonlijkheidjes of zo. Dat, misschien dat iemand dat zegt, of dat waar is of niet. Nou, als iemand iets weet over die 300, meld het maar even in de comments. Dan gaan we zo meteen wel tegenkomen. En sowieso is er iemand die vandaag iets bijzonders heeft ervaren of gevoeld. Of... En nog steeds de vraag, van wat zouden jullie nu graag willen zien van ons? Ja, nou, ik denk gewoon sowieso... Ja, we zijn al getrouwd, hè? Dat wou ik nog even meegeven. We zijn vanmiddag gewoon stiekem getrouwd in Purmerend. Tuurlijk. Dus, dan weten jullie dat. En, Oh, we zijn ook welkom in Vledder. Nou, Mathie, dankjewel. Het heeft wel al mijn schapen gekost, toch? Oh, ik heb de afgelopen nacht, 21 december, 1 uur 's nachts en 2 uur 's nachts sterrenstof gezien. Stof straalde naar de aarde, was veel bewoog snel in de tuin gezeten. Oké, sterrenstof. Nou. Ja, en deze hebben we gedrukt. Er is geen tijd, mensen, inderdaad. Dat, ja. Er is geen tijd. Het is verzonnen door de mens. Precies. Dus als je dan gaat zitten wachten op een bepaald moment dat er iets gaat gebeuren. Ja, als er geen tijd is, dan ga je zitten wachten tot je naar ons weegt. Tijd is ook een moment wat vast ligt in die externe realiteit weer. Ja. Dus iets wat je er helemaal niet... Je kan het niet vastzetten of pinpointen. Oh. Het is eigenlijk natuurlijk ook weer veel te arrogant van mezelf om te denken dat ik... te weten of wanneer ik zou denken dat het gaat plaatsvinden. Zo, natuurlijk, hè. Dat is weer typisch... Dat is typisch Chris. Dat is. Ja. Maar het is wel aan het gebeuren. Ja. Absoluut. Oké. Okay. Iemand zoekt een huurhuis. Nou, als er iemand weet, een huurhuis voor Anita in Friesland, stuur haar even een berichtje. Het is hier wel een stuk goedkoper geworden, volgens mij, als in bij mij. Ja, dat sowieso. Ja. Nou, kijk nou toch. Is toch vet lief? Oh, dat is wel grappig ook. Dat is al frequentieverhogend. Kijk, als wij al frequentieverhogend zijn, dat is toch helemaal gaaf. Er is alleen maar nu. Ja, absoluut. Inderdaad, ja. Welkom in mijn geboortestad. Accolade even intikken. Wat? Wat is dat? Bedoelt ze daarmee? Geen idee. Accolade intikken. Ik heb last van mugjes hier. Volgens mij komen die bij jou vandaan. Heb je last van mugjes, Chris? Oh god, waar is nou het laatste bericht gebleven? Oh, we lopen heel erg achter. Even kijken hoor. Oh ja, accolade. Dat was wat iemand zei. Accolade, West-Friesland en meer. 111 kijkers? Nee, 114. Arie. Sharp. Goeden. Hey, Misha, lieverd. Ja. De les is inderdaad gewoon net vertragen ook. Maar ik moet gewoon beseffen dat ik niet Julius Caesar ben of zo. Zeg maar. In mijn beslissingen. Dat is het. Dat is het. Ik doe niks anders dan mijn best om jou te vertragen. Ja, jij bent inderdaad een goede blok aan mijn been. Hij is lief, hè. Hij is zo lief, hè. Ik hou zo van nee, maar inderdaad, nee, wij zijn in die zin wel die mooie tegenpool. Mm-hmm. Dus dat je inderdaad een vertragend effect hebt op mijn geratel. Ja. En dat is misschien maar goed ook. En jij helpt mij over drempels heen. Juist. Ja. Juist. Ja. Uiteindelijk sleur ik je ook bij gaan. Ja, gewoon. Het bos in. Ja, dit keer het bos in. Ja. Al regent het. Ja, en het regende pijpen stelen. Maar we hebben echt... Nou, mijn rok was echt helemaal saiknat. Dus toen ik bij Chris was, heb ik mijn rok uitgedaan. Maar gelukkig had ik een lange blouse aan, dus ik was heel decent. Ja, toch. Ja, hoor. Ja, een boswandeling is al meditatie. Nou, Tineke, die gaat even weg. Even kijken. Hier, 322, zie je? 322, ja, wat heeft die persoon daarmee? Nee, dat is hetzelfde, die 300. Dus is iets met een 300, is dat net dan 333, dat denk ik, of zo? 322 staat er hier ook weer, zie je? 322. Oh, dat is Pietje. 302, zie je, er is iets, oh ja, net zoals de, ja, net zoals de hoe heet het nou weer, die toch die Club of 300 of zo, toch, dat zit ook heel hoog in die hier. Skull and Bones. Ja, zoiets, ja, maar dat is voor mij, ja, dat is ook Skull and Bones, je ziet, hè. Waar? Dat 322 is van mijn Skull and Bones. Ja, staat hier. Ja, ja, hier. Staat er ook, ja, ja. Maar dan heb je ook nog de Committee of 300, toch, de Comité van 300. Ja. En dat is dan weer een soort reflectie van wat wij dus uitstralen. Dus er is iets met 300, zeg maar. Hè? Dus dat wordt vertaald in onze realiteit, zeg maar. Mm-hmm. Dus er is iets waarschijnlijk. Hè? Dus, nou ja, dat weet je.
ik weet het ook niet zeker. Maar het zal ongetwijfeld. Ik link het, of ik krijg het zo, zeg maar, als de indruk dat het heeft te maken met hoeveel bewustzijntjes er nou per specifiek zijn afgestemd hierop. Net zoals dat we inderdaad met zoveel, zo weinig mensen als zo'n groot. Zijn allemaal energie, dus sowieso met 7,5 miljard. Ja, kijk, het is ook. Ja, het is zo moeilijk. Ja, weet je wat het ook is? Het is ook zo ingewikkeld te begrijpen, natuurlijk, om te denken vanuit een hogere dimensie en hoe dat zou werken. Hoe wij denken dat het werkt, dat kunnen we ons eigenlijk niet eens bevatten of voorstellen. Maar er zit iets bijzonders aan te komen. Want wat ik heb meegemaakt met de afgelopen dagen, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. En daar heb ik ook nooit open voor gestaan. Of dat heb ik ook nooit beseft of zo. En het is echt bizar gewoon. Dus er zit iets. Het is voor mij, het is een vette harde waarheid die ik echt in de daken moet schreeuwen. Dus dat weet je. En ik heb er alles voor over. Ook mijn eigen. Hey, ik pleeg elke dag karakter zelfmoord als het moet. Dat maakt niet uit. Als ik maar kan blijven schreeuwen, die waarheid. Dus al duurt het tot 22 december, 23 december, dan blijf ik me tot 23 december om zeep helpen. Elke dag, hey, ik weet het niet. Vandaag. Het zal wel. Vandaag. Maar je gaat die antwoorden wel krijgen. Dat is toch wat wij gewoon de afgelopen dagen sowieso doen. Jij bent er echt mee begonnen met gewoon die vragen te stellen en daar gewoon antwoord op te krijgen in jezelf. Dat is wat ik ook doe. En geef een teken. Nou, die tekens die komen. Ja, dus dan is het echt. Dan is het echt. En die tekens die komen. Ja, precies. Nou, zij hebben vandaag wat gegeven, mensen. Nou, kijk eens even. Ik zal even de comment weghalen, anders ziet niemand. Ja, nou, dat is dus. Nou, verteld. Dat is wel even zo. Nou, deze hangen heb ik iets van 4, 5 jaar geleden. Ik weet het niet meer. Ik vond hem zo mooi. En toen heb ik hem gekocht. Alleen. Hij was ook best wel prijzig. En toch, ik moest er 2 kopen. Maar ik wist niet waarom. En ik had zoiets van, ooit komt er een moment dat ik dit aan iemand gegeven. Maar in al die tijd is er nooit iemand geweest waarbij het goed voelde om te geven. En stond ik vanochtend onder de douche. En ik had zoiets van, ik wil Chris iets geven. Maar iets wat heel ja, past bij dit moment. En wat echt iets heel persoonlijks is van mij. Wat ook ja, symbolische waarde heeft. Maar ik wist het echt niet. Dus ik zei, geef mij een teken. En ik sta onder de douche en ik pak in één keer mijn hangerbeet. En ik kijk ernaar en ik denk, wow, daar heb ik er nog één van. Dus ik ben toen ik onder de douche vandaan kwam naar beneden gerend. En ik heb hem opgezocht. Ik wist eigenlijk niet eens meer waar hij lag. Want het was gewoon helemaal uit mijn hoofd, zeg maar. En dat was het. En waar staat het voor? Ik heb het hier volgelezen. Ja, dat is ook... Heb je dat hier liggen? Nee, ik heb het hier niet liggen. Maar dat had ook weer te maken. Nou, ik weet niet meer precies. Ja, het staat echt voor verbinding en voor contact met moeder aarde. En voor het licht. En dat we gewoon allemaal één zijn. Ja. Eigenlijk, dus dat was een random boodschap die dus erbij hoort blijkbaar. Ja. Dus dat was een enorme bevestiging inderdaad. Ja. Dus we zitten inderdaad op die goede weg. Ja, en ik wist echt, deze hanger is voor mij heel waardevol en ik heb hem altijd om, dag en nacht. Maar ik wist niet eens meer wat de exacte betekenis ervan was. Totdat ik die beschrijving ging lezen die erbij hoort. Nou, dat viel bizar. Zo op zijn plek, bizar, echt ja, niet bizar. Te geloven. Dat, ja, inderdaad. Wij gaan iets heel moois mee maken. Daar ben ik zo van overtuigd. Alle toevalligheden, alle situaties hebben geleid naar dit moment. Naar deze periode, laat ik het zo zeggen. Dus anders zijn wij met z'n fucking 120 allemaal gek geworden. Serieus, echt. Wat is dat daarvan? Als dat bij hoger bewustzijn is, bedankt nou. Oké, Jannie zegt, er bestaan 9 verschillende persoonlijkheidstypen. Check het Enneagram. Ja, ik ken het. Maar snap je dus inderdaad. Je kan ook maar met zoveel mensen tegelijk communiceren ook, weet je, of een interactie hebben. Ik denk dat het op zoveel manieren vertaald kan worden ook. Vier schapen in een appel. Ja, precies. Ga verder met je geratel. Ja, dat denk ik zo weer kwijt. En wat is er met Sven Hulman? Die zag ik gisteren ook over een oud en nieuw begin of zo. Dus ik zag die titel voorbij komen, inderdaad. Iedereen is ermee bezig, denk ik. Ja, we moeten een dansje doen. Nee, man. Een dansje doen samen. Kan je dansen, Chris? Doe een dansje. Kan je dansen? Nee. Nee? Ik kan alleen maar hakken. Dat kan ik ook niet. Ik kan alleen maar hakken. Nee, maar dat kan ik ook niet meer. Ik kan dan eerst zo. Info vertellen over gebouwen die overal hetzelfde zijn. Heel veel. Ja, dat vind ik. Dat je om te beginnen verder gaat met alles over Tartaria en dergelijke. Dat is natuurlijk ontzettend interessant. Ja, maar dat is... Ook 3D?
Natuurlijk, ja, want hoe is dat dan? Alles is 3D. Ja, het vertelt je dat het lijkt wel alsof we evolutie achteruit gaan. Alleen de technologie die houdt het al, lijkt het alsof het inderdaad allemaal geavanceerder wordt. Maar als we gaan kijken naar hoe je bouwt of hoe men vroeger ook in contact stond met blijkbaar de free energy en al die shit. Dat concept hoort er dan bij. Maar voor ons is het allemaal verleden tijd. Maar wat we wel zien is dat we dus eigenlijk in de omgekeerde wereld lijken te achteruit leven. Gaan achteruit in de gaan. Tijd. Ja. Dus, en dat is ook echt alles afbrokkeld. Precies. En dat, ja, precies. Dus is wat je ook ziet, je hebt dus inderdaad Tartariaans gebouw. Maar je hebt bijvoorbeeld ook inderdaad gebouwen die half lijken weggesmolten. Of inderdaad opgaan in het landschap of zo, weet je wel. In de bergen of zo. Oftewel, er is zoveel meer gebeurd. Wat je zegt, dat betekent alleen maar dat het niet klopt. Het klopt niet wat wij zien. En alles wat we aangaan, of alles wat we proberen uit te zoeken, dat heb ik met de haan. Hè? Alles is een scan, dat bleek ook wel. Nou, dat bleek zeker wel. En meer. En dus wat zegt het je uiteindelijk inderdaad? Wat zegt dat je? Dus de wereld die wij om ons heen projecteren, is niet echt. En gaat ten einde komen. En dat is wat ik 100% blijkbaar wou opschrijven of zo. Nou, weet je, dat verhaal had ik nooit kunnen verzinnen, nogmaals. Die volgorde, hoe dat, wat ik zei, soms was ik wel eens een half minuut of een minuut stil, of 20 seconden stil. En dus ben ik al langer vergeten dat ik heb opgeschreven natuurlijk. En dan ga ik gewoon weer 3 zinnen schrijven, dan ga ik weer 10 seconden nadenken. En dan krijg ik weer een soort concept wat ik wil omschrijven. En als ik dit later teruglees, is het een geniale connectieverhaal. Wat gelijk staat aan allerlei schrijvers, weet ik wel, boeddhisten, wat ik allemaal heb gehoord. Mensen die een soort universele kennis, het zal wel. Maar wat vertelt die kennis ons dan? He, al ben ik het voertuig, die vertelt ons dat wij nu dit gaan meemaken. En we maken het inderdaad ook mee. We maken het ook mee. Want die hele dag ligt over dat toevalligheid aan elkaar. Maar tijd is timing is vasthouden. Gruwelijk. Ja. Ja, bind me vast. Ja, maar Ans is echt een hele bijzondere dame, hoor. We zijn allemaal heel bijzonder, maar Ans heeft echt enorme wijsheid. Echt. Het is een heel bijzondere dame. Staat ook in het boek van Thomas, welke is weggelaten uit de Thomas. Bijbel. Oh, dat weet je ook allemaal weer. Gospel of Thomas. Ja, maar dit dat bestaat niet. Dat is ook, volgens mij is het ook over, het gaat ook over Jezus. Wat ben je nou, fucking Jezus, inderdaad. Jezus. Ik vind dat je flink gegroeid bent, Chris, met de awakening. En dat blijft doorgaan. Ja, dat blijft doorgaan. Nou, dankjewel, Arlen. Ja. Dat moet ik niet vergeten. Nee, maar daar ga ik jou wel aan herinneren. Dat doe ik dagelijks. Ja, nee, maar dit gaat ook door. Het kan ook niet stoppen. Dit gaat door. En dan weet je, en... Nou, zo heb je me wel heel vaak ervaren. Geef me toe. Ja, man. Je hebt je kapot geërgerd aan mij. Maar ja, wat heb ik met jou allemaal meegemaakt? Oh my goodness. Ik kan niks zeggen, ja. Meer adem, Chris. Dat helpt. Ja, dus toch, Chris. Die blote pootjes in het bos. Nee, man. Gaan wij gewoon nog doen. Ja, nou, het moet het wel beter het hoeft niet. Ja, maar het hoeft niet in het bos. Kun je niet gewoon een spiritual awakening in de zomer hebben? Ja, aan het strand. Toch? Kampvuurtje erbij. Ja, daar ben ik helemaal gaaf. Ben ik helemaal gehaard. Lijkt me wel gaaf. Dan gaan we samen skinny dippen. Oké. Tuurlijk. Ja, nee, gaan we doen. Oké. Nou, we gaan even verder. Weer even serieus. Mijn kat krijst. Dat is wel een mooie vraag. Wat is je katalysator geweest wat het proces heeft versneld? Nou, dat is dus iets wat voor mij eigenlijk... Ik ben op een gegeven moment die hanentheorie gaan schrijven op de een of andere manier. Dat wou ik maken, maar blijkbaar. Maar daar ben ik er nou mee achtergekomen. Aan het einde kwam ik erachter dat ik dus gewoon boodschappen uit de kramen. Die waren niet voor mij. En die bleken ook niet voor mij bestemd per se of zo. En het was ook helemaal niet aansluitend bij de hanentheorie of zo. Ik begon eigenlijk uit te leggen. Ik begon eigenlijk dat ontwaakverhaal te vertellen. Maar omdat ik nog de laatste twee delen het zo aan mezelf linkte. Toen begon ik echt te beseffen. Nadat ik zelf al die realisaties had, dan denk ik van nou, dan ga ik inderdaad testen in hoeverre ik mijn realiteit kan beheersen. En dat bleek ik blijkbaar best wel effectief te kunnen beheersen ook. En toen heb ik zoveel realisaties gehad en toen ben ik dat verhaal gaan opschrijven. Geprobeerd inderdaad de ik eruit te houden, maar ik begin nou eenmaal een verhaal door op te schrijven wat ik meemaak. En dan ga ik vanzelf het verhaal uitkramen, zeg maar, opschrijven. En toen ik dus begon te beseffen dat het van een hoger bewustzijn kwam, dat was een enorme katalysator.
En daarna spelen er zoveel stukjes op een plek. En ook de inhoud van die boodschap, dat vind ik echt best wel bijzonder. Want ik had die kennis niet. Zeker niet hoe gedachten werken. Dat soort dingen weet ik allemaal niet. Echt niet. En of hoe het bewustzijn in een hogere dimensie werkt. Ik heb daar nog nooit over nagedacht. Die informatie heb ik nog nooit tegengekomen. En dan blijk ik het op te schrijven. En dan krijg ik berichten van mensen die al 20 jaar in boeddhisme bezig zijn. Of wat voor manier dan ook. En die zeggen eigenlijk precies hetzelfde als ik. Terwijl ik daar niet voor heb geleerd of zo. Weet je? Dus dan hecht je er ook heel veel waarde aan. Mm-hmm. En op die manier, dus toen ik begon te herkennen en door te krijgen hoe het werkt. Kwam ik er ook achter hoe telepathie en zo echt werkt en omschreven kan worden. Dat wist ik zeker niet. Dat soort dingen, dat weet ik echt niet. Dus, wat zegt het verhaal ons? Dat is ook een steeds sneller proces. Want omdat ik dus steeds meer vragen, steeds gedetailleerde vragen aan mezelf begin te stellen, krijg ik steeds meer fundamentele antwoordjes. Die dus, dat is aan de katalysator. Hoe meer je doorkrijgt, hoe beter die connectie gaat, hoe meer je gaat realiseren. En uiteindelijk ben je dan, dan gaat het, op een gegeven moment kun je niet meer terug. Dan heb je een soort tipping point bereikt of zo. Mm-hmm. Want ik kan ook, ik leef nu letterlijk in een omgedraaide wereld, zeg maar. Ik heb echt het gevoel, alsof alles om me heen, ik probeer echt te beseffen dat het inderdaad een projectie is. En dat word ik er ook in bevestigd. Daar word ik ook in bevestigd, weet je. Net zoals dat ik vanmiddag op straat liep. Had ik dus een beetje het idee, althans ik liep eigenlijk al een beetje naar buiten. Van ja, nou, het is eigenlijk wel, de wereld houdt dan, zeg maar, op te bestaan. Dus ik had een beetje een leeg gevoel, zeg maar, een leeg gevoel. Dat vertaalde zich in letterlijk, ik moest iets van 6-7 kilometer lopen. Een lege wereld, gewoon niemand op straat meer inderdaad. En toen wou ik dus weer een soort teken, zeg maar. Ik vraag altijd om die soort tekens, oké. En dan, oftewel, wat voor details vallen jou dan vervolgens op in de realiteit? En in die lege stad, kijk even omhoog, zie ik inderdaad op het kerktoren. De gouden haan, ronddraaien. Dus ik denk, oké. Ja, wel. Dan was die weer. Ja. Maar jij zegt, je blijft constant maar herhalen van dat die informatie niet van jouzelf is. Ja, nee, ik ben... Dan blijf je herhalen. Ja, je bent uit beeld, schat. Kom even hier. Nou, en wat zeg ik constant tegen jou? Jij herinnert je het. Ja, maar waarom? Ja, maar wat ik echt zelf van onder de indruk sta, en daarmee wil ik ook aangeven dat het verder als mij gaat. Want ik had dit verhaal waar ik aan niet vertellen in principe. Ik heb het nooit over 21 december. In principe. Weet je, dat had ik vroeger altijd. Totdat in 2012 niks gebeurde natuurlijk. Toen was ik er van klaar mee. Daarna ben ik wel altijd wel weer mijn eigen, inderdaad, dezelfde onderwerpjes blijven onderzoeken. Ja, maar in 2012 heb je deze dingen niet allemaal verteld. Want het was het moment er niet voor. Ja, dit was het moment ervoor om het je te gaan herinneren. Ja, want ik blijf erbij dat wij... Al die kennis, dat zit allemaal in ons. En iedereen herkent het ook. Iedereen herkent het, omdat het al... Je kan het pas herkennen als je er iets mee hebt. Als het dus al in je zit, dan herken je het. Ja. Alleen niet iedereen is bij machten om dat naar boven te halen. Dat ook onder ogen te zien, hoe moet ik het zeggen? En al helemaal niet om het te verwoorden. Want eigenlijk alles wat jij hebt verwoord, is wat ik ook altijd heb gevoeld. Ja, maar dat is dan... Maar ik heb... net zoals dat ik dus destijds de haan gedwongen van mezelf moest maken. Ik kan alleen hiermee bezig zijn. En dus ik ben dus heel dwangmatig de hele dag bezig. Dus blijkbaar wil blijkbaar een verhaal opschrijven. Maar ik weet het volgende hoofdstuk niet. Maar ik voel wel een enorme drang om te gaan zitten en te gaan schrijven. En dan komt er op een gegeven moment dus een heel hoofdstuk uit. Wat precies weer gelinkt is aan eerdere delen van het verhaal. Ik heb dat niet zo verzonnen. Echt. En dan... Dat is dus heel geloofwaardig voor mij. Want ik denk, want...